Ah, je bent een groot jongen, oké, sorry. Hier is mijn airtag aan mijn sleutel. En nu mogen jullie die sleutel verstoppen ergens binnen in huis. Hallo, welkom bij een nieuwe video. We beginnen vandaag deze video waar? Bij de car wash. Bij de car wash, we zijn hier in de car wash. Vind je dat weer spannend? Ja. Maar mijn oma, opa is ook spannend, want die gaat ook altijd naar de car wash. Nu wordt de auto proper gemaakt en dan gaan we die zelf eens moeten afdrogen. En daarvoor heb ik hulp bij. Wij zitten in de douche. Ja, in de autodouche. Wat is hem toch proper zo, hè? Waar gaan we nu naartoe, Noah? Naar een schoenenwinkel, dan naar Bavelaar. Hij is geen schoenen gevonden, maar nu is het wel tijd voor. Ik denk een wafel. Moet opschrijven. Wat, hè? Moet opschrijven. Moet de aan gaan schrijven. En hier heeft Noah naar uitgekeken, een warme, luikse suikerwafel. Lekker, hè? Niet suiker op. Er zit suiker in, ja. En dat is eigenlijk mijn wafel. Zo'n grote wafel en zo'n kleine jongen. Ik ben groot. Oh, je bent een grote jongen, oké, sorry. Daar is nog een grote jongen. Zie je daar? Die gekleurde jongen daar? Daar. Die heel grote. Dat is manneke pis. Nee. Jawel. Nee. Zo, eens gaan kijken. Hier, een gigantische manneke pis. In zijn blootje. Die staat daar in zijn blootje. Dat beeld hier. Zullen we eens aan de voorkant gaan kijken. Ja, hier is een gigantisch manneke pis. Als zo dat hij geen pipi doet, dan zouden wij nogal nat worden, hè? Ja, zie je het natte pakje? Ja. Ik was hem juist uit aan het leggen dat daar manneke pis stond, mama. En hij zei, je moet oppassen, want hij doet pipi op je. Hij zei dat, hè? Ja. Als ik iemand laat alleen vangen, dan ga ik en plaats heeft zo net als jou. Ik hoop dat die van papa toch iets groter is. Of toch in proportie, hè? We hebben uiteraard ook wat pralinekes nodig. Een pralineke voor onderweg. Oh. En Noah, was het chocolatje lekker? Ja? Zie je het aan het mondje? En mama is nu in de winkel. Mama gaat eten kopen voor ons, wat we morgen kunnen klaarmaken. En zondag. Mama heeft juist een foto gestuurd. Eens kijken wat mama gestuurd heeft. Hè. Kan ik daar zien wat in de kar ligt? Kijk. Mama heeft vlees gekocht voor barbecue te doen of voor steengril te doen. Kijk. Oh, eens kijken. Haar mama is een bellen, wacht even. Hè. Ja? Ja, ik dacht ik ga het zo doen, dat is makkelijker voor u. Het is iets van een 700 gram vlees. Je zet het allemaal perfect, zodat je niet in de wind zit. En Noortje komt van voor zitten, dat aanpassen. Ja. Ai, 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 toch. Want dit moet naar mij, want wij hoeven je lucht. Dance for me, dance for me, dance for me. Ah. I never see anybody do that thing to me. De boodschappen zijn uitgepakt. En nu gaan we terug in deze mooi gewassen auto. Om ergens iets te gaan eten. Picknicken. En we zijn weer in de drive-thru.
Vanavond eten we McDonald's. Noa, wat wil jij eten? Ik wil die kipjes eten. Die kipjes, oké. Wat wil ik eten? Weet jij wat jij wilt eten? Ja, ik wil zo'n nuggets menu. Ja, we zijn bijna aan de beurt. Heb je honger, Noa? Ja. Dat was wel een klein probleempje. Dus ik heb besteld. Maar blijkbaar hebben we 4 drankjes en we zijn maar met 3. Nu blijkt het dat we 2 Happy Meals besteld hebben, Noah. Papa heeft maar 1 besteld, maar we hebben er wel 2 gekregen, maar ook jammer nog 2 betaald. Gaan we dat allemaal opkrijgen? Ja. We gaan ons best doen. Noah, ga je alle 2 de doos opeten? Ja. Papa, alsjeblieft, want het eten wordt koud. We hebben goed ons best gedaan. Onze 2 Happy Meals zijn op. Alleen nog een paar frietjes, maar die zijn koud, dus die zijn niet meer zo goed om te eten. Maar Noah, goed gegeten. Mama, goed gegeten. Ja, en papa die heeft zoals normaal gegeten. Hè. Daar een fiets. En Noah, waar ben jij? Wat heb je gevonden? Ik heb een gat. Een gat? Ja, zij is goed, Poppy. Ik heb een foto. Ik kan jullie er niet uithalen, hè. Wat dan nu? En zo'n sleutel. Hier. Een airtag hangen. Die zullen we ook maar terug meenemen. En jij mag die samen met mama gaan verstoppen thuis binnen. En papa moet die dan met zijn gsm gaan zoeken. En dan gaan we kijken of dat goed werkt of niet. Goed? Hier is mijn airtag en mijn sleutel. En nu mogen jullie die sleutel verstoppen ergens binnen in huis. Gelijk vloers, alstublieft. Hè? Papa. Ja? Is goed. Is het goed? Oké, dan kan ik zoeken. Verbonden. Signaal is zwak. 6 meter van hier. 5,7. 5,1. Rechts van jou. Zo, we hebben die toch niet op de wc verstopt, hè? Meter. Nee, niet in de wc. Het is 30 centimeter van hier ergens. Oh. Ja. Het is een beetje moeilijk werken hier. Ah, mijn sleutels. Ik heb ze gevonden. Ah, het werkt toch goed, hè? Ik heb mijn sleutels gevonden. Voilà, met die zoektocht einden we deze video. Ik was op het toilet gaan zoeken, maar ik had er geen rekening mee gehouden dat de hoogte ook een verschil bepaalt. Dus die kan zien hoe hoog dat zo'n airtag zit. En dan zegt hij dat je een meter vanaf bent, maar eigenlijk ligt hij dan op de grond. En... Maar goed, het werkt heel goed. Leuk. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.